Het WK staat nu echt op het punt van beginnen en wij hebben onze ideale WK-opstelling bijna rond. Speciaal voor voetbalnieuws stelden Pieter Visser, Sjors Olté en Aad de Mos de afgelopen dagen hun ideale opstelling samen. We hebben nog één positie te gaan en dat is de spits. Argentinië moet je Messi helemaal vrij laten en die andere team moet er maar in dienst van hem spelen. Dan zorgt hij wel dat hij op de goede manier aan de bal gaat komen en de balletjes doorstuurt. Hij moet niet te veel doen, hij moet uitgerust zijn. Voor het lang toernooi, als je de finale haalt. Ja, Mbappé heb ik ook heel jong gevolgd in het jong. Ik ging altijd in de jeugdelftal kijken van Frankrijk, Brazilië enzovoort. Dus die zag ik in de jeugd van Frankrijk in het toernooi onder 17. Ah, de ene goal naar de andere goal. En die snelheid had hij toen al. Ja. Dus die heb ik daar gevolgd en blijven volgen. Nooit naar Chelsea kunnen halen. Maar dat vind ik een geweldige spits. En ik heb natuurlijk zitten twijfelen. Eigenlijk hoort Lewandowski in het Dream Team. Die zit ook wel op de bank dan. En die zou misschien de tweede wedstrijd, als zij even hapert, komt Lewandowski hier. Want dat is natuurlijk ook een fenomeen in de spits. Copa America heeft hij gewonnen. Dus dat is binnen. Maar ja, hij wil natuurlijk uit de schaduw van Maradona komen. En dan moet je wereldkampioen worden. Ik denk dat iedereen in zijn omgeving ook begrepen heeft dat het op die manier alleen maar kan. Ik heb die wedstrijd op Wembley gezien, tegen Italië. Nou, dat was waanzin zoals hij daar speelde. Ja. En daar had hij het ook naar zijn zin, omdat iedereen voor hem wilde lopen. En het is niet voor niks dat hij het hele Argentijnse elftal uitgenodigd heeft op zijn vakantieadres in Ibiza. Dus er is wel aan teambuilding gedacht door Messi ook. Die weet dat hij al die jongens hard nodig heeft. Kijk, uiteindelijk was het een beetje een mix maken van aan de ene kant weer talent opstellen. Nou, nee, bijvoorbeeld. Maar aan WK kijk je ook natuurlijk echt wel om je die toppers wil zien spelen. Omdat die uiteindelijk gaan bepalen of een team wel of geen wereldkampioen wordt. Dat een speler in een verlenging in de halve finale opstaat en het team naar een overwinning kopt. Of een bal van de lijn haalt of nou, uitblinkt. En Mbappé is natuurlijk wel, ja, ik wil niet zeggen op dit moment de beste van de wereld. Dat vind ik een hele gevaarlijke uitspraak. Want dat is altijd vergelijken, maar het is wel echt extreem goed.